Hey. Hallo. Hallo, daar zijn jullie. Je hebt het gered. Hoi. Fijn. Dag. Hallo. Goedemorgen. Morgen. Ook allemaal je exemplaar meegenomen. Heb je het zelf ook gelezen? Ja, zeker heb ik het gelezen. Fijn, boeiend. En het is ook vooral omdat het opgewekt naar de eindstreep. Ik vind dat nogal een titel, hè? Dat doe je toch mensen niet zomaar aan, vind ik. Ik bedoel, mensen die toch op het randje van een hospicebezoek gaan en zeggen, nou, opgewekt naar de eindstreep, hoor. Dat is echt wel moeilijk, hoor, om dat te zeggen. Ik vraag me af waarom de schrijver niet in het publiek wil verschijnen. Het succes overrompelde hem in eerste instantie. En hij voelde zich eigenlijk helemaal niet een publiek persoon. Was hij niet bekend met de schrijverswereld. En B, ook helemaal niet met een televisiewereld. Dus de publiciteit die dat genereert, ja, daar schrok hij een beetje van terug. En hij vond het prettig dat ik als zijn alter ego dat wel wilde doen voor hem. Ja. Dus hij was bijna dagelijks bij de opnames aanwezig. Hij keek dan bij de monitor en zat alleen maar met een smile van oor tot oor zat hij te kijken. En dat is de schrijver. Hoe oud denkt u dat hij is? Ja, nou ja, als je dit boek leest, denk je dat het een beetje autobiografisch is. Ja. En vooral als je die kaft ziet van die eerste delen. Ja. Nou, ik kan u wel verzekeren, hij lijkt daar nog lang niet op. Nee, ik vond het zo leuk om in dit laatste deel te lezen dat hij meer lef gaat krijgen. Hij wordt dementerend, dus ja. De remmingen die hij eerder had, die laat hij los. Ja. Ja. En dus hij wordt ook wel een beetje trots op zichzelf. Ja, zo. Ja. En ik hoorde uit een interview met u dat u zei van ik ben eigenlijk niet zo braaf als die Hendrik in dat boek. Ik vroeg me af, hoe gaat u dat vinden als u dan deze versie van Hendrik mag gaan spelen? Ja, ja. Kijk, de brave Hendrik is in het begin wordt hij al een beetje opstandig enzovoort. Ja. Hè, dan geeft hij al een beetje het goede voorbeeld aan wat mensen op leeftijd ook nog zich allemaal niet moeten aan laten doen. Maar tegen het eind, ja, ik sta een beetje dubbel tegenover. Want het is natuurlijk, eigenlijk kan hij er niks aan doen. Die remmingen vallen weg en zijn geheugen laat hem in de steek. Het is ook een vorm van controleverlies. Ja. Wat was je persoonlijke voorbereiding op het spelen van dit personage in de serie? Persoonlijke voorbereiding bestaat uit me indenken 20 jaar ouder. En dat is ook wat de regisseur altijd tegen mij zei van, nee Kees, 20 jaar ouder. Nou, en dan... rollator. Wat? Ik heb dan... Nou ja, gewoon dat... Wel thuis allemaal. Dankjewel. Veel plezier. Dag. Dan ben ik vergeten waar ik mijn fietssleutel heb gelaten. Oh nee. Hier lijkt op Hendrik Groen. Echt waar? Houdoe, hè.